Creepers willen hem niet, gaan hem niet aanvallen. Creepers gaan hem niet aanvallen, man. Dogs will also... Ja, dat is... If dogs attack the NPC, he will not kill the dogs. Dus als die wordt aangevallen door honden, gaat hij die niet killen, want die is resistant tegen honden. If a zombie is near him if a zombie is near him in a radius of 5 blocks, he will attack it. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Als een zombie in 5 blokken is, in 5 blokken in zijn buurt, dan gaat hij die aanvallen. Zo cool. Allee, any mob staat er wel. Dat is wel lollig. Oei, joh, man. Wacht, ik ga die zo meepakken naar zo'n zombie. Wacht, ik ga die hier spawnen. Wacht. Dude! Wacht, hè. Ik ga nog eens kijken wat dat er nog bij staat. You can capture always your NPC in the spawn egg whenever you want. You can place it down wherever you want, but not onto the wall. Ah, oké. If you will place it on the wall, it will not spawn. Because it's not the... What? What the fuck? Die gaan niet op de muur. Die kunt je niet op de muur spawnen, want anders is die fall damage. He is... Your NPC is resistant to fall damage. It has an enchantment... Wacht. It has automatically an enchantment Featherfall 5. Nice! Dude, die heeft... Gast, die heeft een... Die heeft een... dingen automatisch. Dingen, gast. Vanaf dat hij gespant is, heeft hij direct eindeloos Featherfall 5. Zachte val 5. Dus hij is eigenlijk resistant tegen valling. Allee, van... regelmatig hoog is. Klik. Ja, vallen. Your NPC. Wat? Niks, laat het. Wat? Wat precies zijn kopje waard is? Dat is. If your NPC sees an Enderman, it will run away from the Enderman. If the Enderman hits it one time. He will attack the Enderman too. But if the Enderman slays your NPC, it will never spawn back. Not even in your dingen, hoe noem het? Spawn egg. Dus die is eigenlijk bang van Endermans. Ah ja, dat is ook van Minecraft Story Mode, hè, die Endermans. He will. It will. You. Echt? Naar mij kijken? Van wat? Ah ja, ze zijn naar u kijken. Die Enderman. Ja, dat is hè. Dat is zo creepy als die zo kijken en zo recht in uw kop en zo. Dat is echt creepy. Ja! Nee, hij had toch. Ja, zelfs nog een 7 en een 8. Je moet die echt bekijken, die is echt nice. Sky City, jongen. Maar echt waar, die zijn echt... Soms zijn dat echt zo van die rare smurven. Die zeggen dat zo... Please stop building, it scares me. What the fuck. Stop met bouwen, het maakt me bang. Stop met zeuren, dat doet mijn oren pijn. Oh. Stop crying, little... Nee. LOL! Wajo, gast! Die valt een creeper aan! Die creeper doet niks! Wat? Hier zegt hij... Wacht. Hier staat dat hij geen creepers aanvalt. Ja, maar... Maar nee. He can attack any mob you want, but... Not the Ender Dragon, the Wither and Creepers. En die attackt hier net een creeper. What the fuck? Dude! Misschien heeft hij die aangevallen. In deze wereld heb ik de Ender Dragon nog niet verslagen. Hè? Ik ga dat niet doen, denk ik. Want anders ben ik weer al. Anders moet ik die echt verslaan en kan ik daar niet meer weg.
Oh my god, dat is cool. Wacht dan tot ik er ben, dan kan ik hem mee verstaan. Miauw. Pa, kijk eens naar die skin. Kijk eens naar die NPC. Kijk, cool hè? Herkent je hem? Ik ben niet naar u aan het kijken, hè? Welk? Ik weet dat ik niet naar u aan het kijken ben. Welk? Maar ik weet het. Ja, ik weet het. Naar mijn pa. Ik heb het tegen mijn pa. Maar joh, cactus. Wat is er misschien, pa? Waar ruikt jij? Naar waar ruikt het? En ik kan dat trouwens niet kijken, hè, want ik heb gewoon veel te slecht internet om zo naar die dingen te kijken. Rookachtig. Nee, alleen chips. Ah ja, dus dat kom ik chips nog. Ah ja, Thibaut. Maar hoe... Wacht, wanneer is Minecraft klaar? Ah ja, en je mag bij Jonas ook een huis maken, hè. Zo ergens op een berg. Ah, oké. Want... Is dat creatief of survival? Survival, het is eigenlijk puur survival. Ik mag eigenlijk niemand helpen. Dit wil ik eigenlijk doen als servers worden geëd op Minecraft PlayStation. Dan wordt deze een server, dus ik ben me eigenlijk al aan het voorbereiden ongeveer. Maar deze is eigenlijk nu nog legit. Als dat komt, hè, maar ik weet dan niet of dat komt. Server, dus ik ben deze al aan het proberen. Mhm. Heel de woest. Dat kan zijn. What the hell? Dude, die valt ineens 15 zombies aan die ik hier heb gespawned. Nee, blijf eraf. Nee. Kak, die heeft die allemaal vermoord in twee slagen. Oh. Dude, ik ga de wither misschien pakken. Ik ga de wither hier even spawnen. Wacht, in een bedrock ding en ik zet daar nog zo'n NPC. Ik heb die ergens zo, al die NPC-dingen. Ik ga proberen, wacht hè. Nee, de wither heeft die gewoon geowned. Enderman, val hem aan. Wat? Ah nee, die loopt weg. Die Enderman, die keek letterlijk in de Enderman zijn ogen. Holy shit. Holy flut! Die loopt gewoon weg. Van die freaking Enderman. Oké, die Enderman heeft hem aangevallen voor een of andere reden. Oké, die krijgt nu een hit van de Enderman en die valt die aan. Eigenlijk, ik ga even uit die... Echt? Maar, gast... Ah ja, dat is eliminatie. Ik was niet het eerste. Illuminati? Ja, Illuminati. Illumio... Melunati. Melunati. Meluna. Oei, mijn baksken is plat. Wacht. Illuminati confirmed. La 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 la. Gast, mijn eigen build Mojang kantoor gemaakt, hè? Kende dat? Mojang, dat kende, hè? Mojang! What the hell? Ik heb een Five Nights at Freddy's wereld of zoiets, wat? Wacht hè, wat is dat? Server activeren. Ah ja, dat staat er altijd op, dus terugkeerlocatie laden. Dude! Ik heb letterlijk. Ben ik dat gebouw van FNAF aan het maken? Wat joh? Hé, ik wist. Five Nights at Freddy's, dat kent het toch, hè? Really, nigga? Kent jij? Is er iets dat jij wel kent? Ja, Minecraft. Buiten dat, kent jij Five Nights at Freddy's? Nee. Damn, son, where'd you find this shit? Damn, son, where'd you find this?
Damn, son, where'd you find this shit, man? I don't give a crap about your shit. Oh, wrecked, bitch. Yo, mate, you wanna eat my shit or something? No? Alright. Why don't you want to eat my shit? Because you need to do it. Because you need to do it, you little shit. You're a little shit. Waarom de fuck heb ik hem wereld Minecraft genoemd? Dude. Ik heb hier een fucking redstone ding gemaakt en ik weet niet eens wat dat doet. Nee, je moet het. Oh! Nee, grapje. Omdat dat distant is, maar bon. Wat een fucking kakwereld is dit. Holy fluff. Er hangen hier diamond blokken helemaal in de lucht te hangen. The fuck? Oh, ik weet al waarom dat was. Ik heb hier fucking keiveel villagers opgezet en allemaal naar beneden geduwd. Hilarisch. Nee, gast, dat was echt hilarisch. Is die Minecraft bijna klaar? Wacht, even... Oké. Zeg jij een online multiplayer spel aan het spelen, of wat? Is dat offline? Ja. Good. Good. Neuk mij dan of zoiets. Holy shit! Allemaal creepers! Ah. Wat? Welkom bij Minecraft documentaire. Hier zien we de villager. Hij harvest automatisch zijn crops en hij plant ze opnieuw. Zoals deze. Dit is een villager, een normale citizen. Hij plant zijn crops tegelijkertijd. Wil je even zwijgen? Ik ben een villager documentaire aan het maken. Wat deze... Nee, ga eens even serieus. Nee, ga serieus, ik demp u anders. Deze villager is nu aan het farmen. Je ziet dat hij zijn wiet aan het doen. Maar als je tijdens zijn werk verstoort, kan het fout aflopen. Zie je wel. Dit is villager. Met een lelijke fucking dikke neus komt hij... wilt hij mij verkrachten? Ik ben Gabriel. Minecraft story mode. De villager gaat nu weg omdat ik hem per ongeluk heb geslagen. Eigenlijk, ik heb hem niet per ongeluk geslagen. Het was een fluff. Oké. Hier zien we het schaap. Hij eet... Wacht. Hier zien we een roze schaap. Ik heb hem net roze geverfd, dus dat is nu pink sheep. Dit is een schaap. Hij heeft geen mustache en ook geen zonnebril. Want hij is te lelijk. Hij wil nu... Dat kijkt belachelijk. Pink sheep. Dit schaap gaat nu dood. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Roze wol. Wajo, je moet eens echt weten hoeveel dat je kunt doen met roze wol en een stukje spinnenweb. Of gewoon web. Check deze. Je moet 3 blokken plaatsen. Je moet 3 blokken plaatsen recht naast elkaar. De middelste doe je... Op de middelste zet je nog een blok en de onderste blok doe je weg. Op die blok die dan zo hangt, dan moet je nog 2 blokken zetten. En op de punt moet je spinnenweb zetten. En dan heb je een mooie creatie.